Koeman. Kieft Vanenburg. Arnissen. Derby. Duel met Plomp. Toch een beetje onrust bij Patinama. Hoekschop. Johan de Kok is meegegaan in de verdediging om Ivan Nielsen het leven zuur te maken. Andersom gebeurt dat ook. Corner komt van Frank Arnissen. Gerrits. En nog eens Gerrits. Gelhuis kort. Gerrits weet dat zijn bijdrage belangrijk was, want hij schoot in eerste instantie in. Toen kon Jan-Willem van Ede nog pareren. En in tweede instantie was een voorzet op maat voor Hans Gilhuis. Die opgelucht zal zijn dat hij zijn eerste treffer voor PSV heeft aangetekend. En na 21 minuten is het 1-0. Nielsen. Arnissen met Heinze. Jan Heinze. En nu van Ede. Goeie actie van Jan Heinze. Steinman. Plomp. Goed weggelopen, Johan de Kok. Schietkans kruis. Beste poging van FC Utrecht tot nu toe, na precies 26 minuten. Het schot van Gert Kruis gaat maar net langs de paal. Derby. Kieft. Wat kort. Goed gedaan, Patinama. Willy van der Kerkhof even ertussen. En in tweede instantie definitief. Derby. En nog eens Derby. Het schot van Derby. Dat was in de kruising gezeild als Van Ede daar niets aan gedaan had. Arnissen. Koeman. Oh. Een paar keer heeft hij het al geprobeerd en nu krijgt hij de bal echt lekker uit die afgeslagen derde corner van PSV. En PSV leidt na 31 minuten met 2-0. Zoals het een week geleden FC Den Bosch hierover kwam. Voorlopig is het nog bereid om iets terug te doen, maar de wilskracht bij PSV neemt navenant aan de score toe. Willy van der Kerkhof. Van Ede keert de bal net. En de chaos is tekenend voor het verloop van de wedstrijd. Frezer. Nog eens Frezer. En nog eens Frezer. Dankzij Verroen. Die doorgegaan is, maar Gerrits had het in de gaten. Derby. PSV-machine is op toeren. Arnissen. Vanenburg, Arnissen, Vanenburg, Van Ede. Gilhuis, Arnissen. Ja, Arnissen. Elke wedstrijd tot nu toe had hij wel succes gehad.
Nu was het Gilhuis die heel nipt de paas in de richting Arnissen verlengde. En na 40 minuten lijkt de wedstrijd beslist, want de stand is al 3-0. Terwijl Van de Kerkhof en de Kok aan het ontknopen zijn, is PSV al weg. Koeman, Fraser net te kussen. Ten koste van een blessure. Maar PSV mag door en Lerby schiet. Vierde paal, 4-0. Fraser lag 15 meter van het doel. Het spel ging door. Lerby haalde uit. En in de laatste minuut voor rust, met zijn eerste doelpunt, brengt hij PSV op 4-0. Vaandenberg. Arnissen. Inmiddels al dik 6 minuten sinds de rust. Vaandenberg geeft mee. En de vuist van Verrips. Dat komt hem op geel te staan. En dus op een schorsing, want Verrips had nog 2 gele kaarten openstaan uit het vorig seizoen. Vrije trap van PSV met de vraag of de bal breed gelegd wordt op Koeman of dat het anders gaat. Lerby legt hem inderdaad op Koeman. Gilhuis 5-0. 7 minuten gespeeld en de schotkracht van Ronald Koeman is van Ede nu het is gaan regenen en de bal glad is, te veel. Gilhuis kan afronden. Van de Kerkhof stuurt Vaandenberg weg. Vaandenberg ondanks. Kieft scoort. 6-0, 10e minuut. Vaandenberg ging door aan de rechterkant. Ondanks de pogingen van Steinman om tegen te houden. En nu is het Willem Kieft zijn succes in deze wedstrijd. Dat de score op 6-0 brengt. Gerrits. En dan de demarrage vooruit. Vaandenberg. Misverstand met Lerby. Maar ver komt Utrecht er niet uit. Lerby. Probeert het omdat hij zag dat Van Ede te ver voor zijn doel stond. En dat was heel goed gezien. Na ruim een uur spelen. Arnissen onder applaus van het publiek naar de kant. En de kans voor de 19-jarige Erik Fiscaal in de hoofdmacht van PSV. 16, Erik Fiscaal. Wat die naam, hè? Vastgezet door Van de Kerkhof. Kieft die profiteert. Lerby. 22e minuut. En opnieuw Lerby dankzij Vaandenberg. Lerby, ja hoor. Het regent net zo hard. Doelpunten als water. Ook sinds de tweede helft. Het begin van de tweede helft. 22e minuut. Het is 7 en de dubbele cijfers naderen. Søren Lerby, de laatste bijdrage. De voorgrond, Hiddink, die eigenlijk in Turkije zou zitten, maar omdat de Turkse competitie stil ligt in Eindhoven gebleven is. Hij ziet dat nu de invaller Erik Fiscaal weg is. Vaandenberg heeft nog geen goaltje. Van Ede voorkomt het met de vingertoppen. Lerby zwaait naar het publiek voor de laatste 17 minuten. Magie naar de kant. Berry van Aarle neemt over. 7 minuten te spelen nog. Fiscaal. Fiscaal. Kieft stond niet buiten spel, want de bal kwam van de voet van Patinama. Zo wordt de marge dan 8. En PSV geeft het verbreken van het record van Feyenoord qua aantal competitieoverwinningen in de score. In ieder geval glans. Fiscaal zet op. En Kieft mocht afronden.
Kruden. Voet was gezet door Jan Heijnsen. Koeman opent. Nu misschien het succes voor Fiscaal. Hij laat het weer aan Kieft en dat is niet onverstandig, want het is nummer 9. Precies 40 minuten en nu schalt 10 door het stadion. Wel weer het goede werk van die Erik Fiscaal, die onbaatzuchtig opnieuw Kieft de gelegenheid geeft om te scoren.